Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, van weg geweest. Ik had een koper mee, maar waar die is opgehouden, I don't know. Nee, want ik keek ineens bij de DK-winkel, bij de DK-markt. En ze wou niet aan. Ik dacht, ik zie thuis wel. Was die alweer schoon leeg? Ik begrijp dat niet, hè, dat die zomaar leeg is, ja. Een fluit van een cent of een cent van... Ja, nou, maakt ook niet uit hoe je het ook maar betitelen mag. Maar in ieder geval, ik had wel twee reservebatterijen mee, maar het had het zin niet om eigenlijk te gaan wisselen, omdat ik ook niet echt ver weg ben geweest. We zijn even gezamenlijk het shuttlepark een beetje door geweest, even de natuur in. Ik heb nog even met een bekend iemand staan te praten. Nou ja, dat horen jullie lekker toch niet. Misschien hebben jullie hem wel gezien, ik weet het niet. Het is een muzikant. En dus ja, dat hij speelt heel veel op straat. Vooral in het hoogseizoen, hè. Dan, het is een maatje van me. Ik zal altijd even met hem te keuvelen, laat maar zeggen. Maar ja, dat komt allemaal wel weer goed. En ik ga nou een bakje koffie doen. Ik heb natuurlijk mijn Bounty. En ik heb daar boodschappen in zitten. En op de trap staat nog twee zakken kattengrit. Daar in die tas onderin zit nog een zak kattenbrokken. Voor mijn hondje heb ik nog zat. Ja, en daar haal ik andere week of die week erop weer even een zak voor. Om toch voorraad te houden. En voor de rest, ja, ik heb genoeg in huis. Komt allemaal wel goed. En ik zelf eet een paar bonenschotel met rokers erdoorheen. Gebakken. En een simpeltje. Ja, lekker. Dus dat komt ook allemaal goed. Dus zeggen, tot later. Ja, kijk nou eens even aan. Dan zullen jullie denken, wat moeten we met een beeld op een zootje haren? Nou, ik heb die meneer daar al even net geaaid. Ja, geaaid. En niet zomaar, nee. Ja, ook omdat ik van hem hou. Want daarvoor heb ik het aangeschaft. Waar ik hem mee geaaid heb. Ik zal het jullie tonen. Kijk, een paar handschoenen. Dat is één. En dat is twee. Maar er zitten noppen aan. En bij de vingers is het meer puntjes. Het is allemaal rubber of silicone of wat het ook maar wezen. Daar kun je ze mee aaien. Dan haal je een heleboel losse haar weg. Wat een kam of een borsteltje al niet eens iets voor elkaar krijgt. En je kan hem ook als je hem al gaat douchen, je hond, of in bad doet of wat dan ook. Kun je het ook hiermee doen. Ja, ik was op Facebook bezig en toen zag ik dat op een reclame, filmpje, foto, weet ik, ik weet niet meer wat het nou was, of het nou een filmpje of een fotootje. In ieder geval, ik klik daarop. Hé, even verder kijken. En nou, ik denk, ja, dat moet ik hebben voor mijn hondje. Nou, je ziet het resultaat. Ideaal. Ik kan het andere spullen wegdonderen, ja. Bij zijn oortjes moet je de kam nog gebruiken, weet je wel. Maar ik heb geen borstel meer nodig. Nee, dit is ideaal. Dit is beter dan een borstel, vind ik. Maar wie ben ik? En hij genoot, want je masseert ook zijn huid gelijk. Het is niet alleen het haar weghalen, maar ook zijn huid masseren. Dus ja, het is gewoon perfect, vind ik. Het lag in de brievenbus. Ja, dat ik ben er blij mee. Yes! Helemaal gelukkig ermee. Ja. Nou zullen we dat eventjes nog opvegen met het stofferen blik. En dan gaat het in de prullenbak. Hé? Hoi, mag jij in die stoel? Hé, die stoel is van Poesebeest. Jij hebt de hele bank voor je eigen leen. Ja, dan moet je maar eten, hè. Nou, is het ons meisje te eten. Haha. Die heeft een brokje gestolen. Ja, nou ga jij ook. Jij. Oh. Zo dan. Hahaha.
Ja, moet je maar eten. Potverdikkie. Je krijgt ook nooit wat, hè? Je wilt het niet eens. Dat zijn die brokjes die Karin voor je mee hebt genomen, hoor. En Roderick. Ik weet niet of je het weet. Die staan al van vanochtend vroeg daar. Twee handjes. Meer niet. En Wijsje mag niet eens iets hebben van je. Het enige wat ze mogen hebben van je, dat is dat ze allemaal uit dat waterbakje drinken. Zo dan. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg tot later. Doei, doei. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Het is alweer 19:22 en ik heb mijn eetjes voor mijn neus staan. Ja. Een lekkere kom er eerst niet meer uit. Bonenschotel, ja. En er zitten kidneybonen in, want daar behoor je het mee te maken. En ik heb gewoon als aanvulling een siepeltje gebakken. En rookworstenstukjes gesneden. Ja, niet een hele rookworst, maar een halve. In stukjes gesneden en dat meegebakken met het siepeltje. En toen de bonenschotel er doorheen. Ja, dat en natuurlijk een wijntje erbij en een bakje koffie. Lekker, lekker, lekker. Ja, dat ik ga ervan smullen en dan lekker genieten vanavond. Straks om 8 uur natuurlijk GTST, waar ik altijd trouw naar kijk. En ik zeg dan tegen jullie een hele, hele fijne avond. Liefdevolle avond. En voor later op de avond wel rust als jullie naar bed toe gaan. En natuurlijk morgen gezond weer op. En God zegen vooral. En tot aan de andere kant van de nacht. Doeg! En dat is ook zo lief. Doei, doei!